Tot ziens, tot straks. Tot straks. Tot straks, huisje. Yes, wij verlaten nu heel eventjes onze staancaravan. Omdat we erop uittrekken. We gaan vandaag bij NAC. En nog iets achter nog gaan eigenlijk bezoeken. Een heel gezellig dorpje hier blijkbaar. Om maar een 20-tal minuutjes rijden. En het zonnetje schijnt vandaag terug. Je ziet het op mij. Ik heb heel veel zon op mij. Het zonnetje schijnt. Het is wel nog niet super warm. Het is momenteel nog maar 11 graden. Maar we zijn wel al blij dat toch wel eigenlijk het zonnetje aanwezig is. Hè? Toch? Ja, ja, daar worden we vrolijk van, hè, van die zon. Daar worden we vrolijk van. Ja. We staan geparkeerd aan het kasteel. Zie je dat? Mooie Jules. Van bij NAC. Ja. Maar meer dan dit gaan we niet doen hoor. Nee, we kunnen nog dichterbij gaan, maar het zijn trappen en we zitten met een kind in een buggy. En daar hebben we wel nog een fenomenaal mooi uitzicht, hè? Ja, dat is ook waar. Daar zijn trappen. Om me doe dat niet. En Jules kan dat niet, nee. Nee, je bent met de buggy. Ja, er kan hier ook een auto rijden in het dorpje. Ja, nog een beetje moeten werken. Hè. Oh nee, kijk, hij rijdt daar zelfs in. Het is mogelijk. Ja, kom. Ga weer verder. Kom mee. Hoogta. Hey, je boekje? Kom mee. Wil je boekje wel staan? Kom mee. Ja, de zon is weg, hè? Ja, daar zit een wolkje voor. Het is hier al continu zo weer. Ik vind het echt heel gevaarlijk met zo'n naar beneden. Ja, het is heel stijl, hè? Amai. Voorzichtig, hè? Ik vertrouw het niet aan jij, Jules, vast. Je kent mijzelf. We doen geen beginnen. Kijk, hier is de gevangenis, Jules. Kijk, hier is de gevangenis van Monopoly. Monopoly? Dat is een grapje, hè? De gevangenis. Voor wie? Voor de boer. Zie eens hoe mooi het hier is. Van boven zie je dus het hele mooie kasteel van bij NAC. Mooi, hè? Heel mooi. En hier heb je ook nog dan zicht op de Dordogne. Ja. Met een kano erbij, of een kajak. Fenomenaal hier. Fenomenaal. Vlak bij de camping waar wij zitten is er ook een golfdomein. En die heeft ook een supergoed restaurant waar wij nu een hapje aan het eten zijn op het terras. Kijk eens aan. Lekker, lekker, lekker. Met een prachtig mooi uitzicht. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Wij hebben nog genoten van een hele rustige namiddag. Terwijl Jules een dutje aan het doen was, zijn wij ook even rustig aan het doen geweest. Een beetje Netflix aan het kijken geweest. Je hebt een eikel gevonden. Leuk, hè? En nu staan we hier bij de speeltuin. Je ziet hier is een bord met de speeltuin op. We gaan nou de fiets parkeren. Parkeren maar, ze. Zeg, zet hem maar neer. Ja, dat heb je gisteren gevonden, hè? Dat stokje. Met een eikeltje aan. Ja. En nu gaan we nou een beetje nog wat genieten hier in de speeltuin, hè, Kapoen? Ja, leuk, hè? Maar dat is niet erg. Ja. Nee, kijk, dat is niet erg. Ja, nu gaan we een beetje spelen. Kom, fiets parkeren. Ja, goed zo. Klim maar nog eens naar boven. Ja, niet. Maar leg dan eerst uw steen er al bovenop. Nee. Kijk, je kunt toch langs hier, zo, en hem dan hier leggen. Dat kan toch? Hier gaat hij, hè. De grote klimmer. De bergbeklimmer van de Dordogne. En dan gaat hij zo omhoog, hè. De rots op, hè. Ja. En nog een trapje. Als dat maar goed gaat. Zonder bescherming. Gewoon zo naar boven. De steile berg op. En als hij boven is, gaat hij van de glijbaan, hè. Ja, en hij heeft een steentje mee. Dat is zijn kompas. En zo gaat hij naar beneden. Ja! Goed zo. We zijn terug in de caravan. We zijn hier echt zo het campingleven aan het hebben, hè? Ja, wat heb je?
boom. Laat ik hier zien wat je hebt. Ja, een steen. Een steen voor Pinocchio. Ja, Josie, een Pinocchio's neus. Neus. Pinocchio. Ja. Het is echt zo het campingleven hier aan beleven. We zitten heel wat uren hier op de camping, ook in onze caravan. Heeft ook wat te maken met het weer, maar ook hoop dat we dat gezellig vinden. Anders moet je niet naar de camping komen, moet op hotel gaan of iets anders. Ik vind het echt wel heel erg leuk hier. Jules vindt hier ook leuk op de speeltuin. We hebben toch wel gemakkelijk een half uurtje doorgebracht daarnet daar. Dus dat is wel heel erg fijn. En morgen gaan we hier ook nog op de camping zijn. En dan willen we wel graag eens het zwembad doen opnieuw. Wij zijn er al eens geweest, maar toen eigenlijk maar veel te kort. En wie weet wordt het morgen wat beter weer, dat we dat toch eens kunnen gaan beleven eindelijk. Op een goede manier. Dat zou wel... Ja, pak de steen maar af. Er wordt er niet meer stenen gegooid, Jill. Dus morgen zetten we het campingleven verder. En waarschijnlijk dan wel ook aan het zwembad hier. En misschien nog wel een stadje bezoeken. We zullen wel zien hoe dat hier een beetje verloopt. Je ziet het sowieso morgen in een nieuwe vlog van ons. Tot morgen!